Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Proef het sportieve leven van Drenthe. En door de volgende sponsoren. Welkom bij het tweede CH De Woldenjournaal. Vandaag is Nobility uit Eihorst het paard van de dag. We nemen een kijkje in de luxe vrachtwagens van de deelnemers van het concours. En hoe belangrijk is het CH De Wolde voor de economie in Drenthe? In Nederland gaan jaarlijks miljarden euro's om in de paardensector. En Drenthe speelt hierin een belangrijke rol. Drenthe is natuurlijk een paardenprovincie. Er wordt enorm veel gefokt. Er worden enorm veel goede sportpaarden geboren hier in Drenthe. En er zitten enorm veel handelaren. Ik wou zeggen, ook goede handelaren, die zitten er ook heel veel. Je hebt Stal Zoer, je hebt Stal Heinz. Wij zelf zijn toch wel een beetje namen in de wereld die bekend zijn. Veel mensen uit de paardensector grijpen het concours in Veningen aan om zaken te doen. En dat gebeurt onder meer in de VIP-tent. Ondernemers huren hier een tafel om gasten te ontvangen. Ten eerste help je het concours ermee. Je ondersteunt het concours en ten tweede, ik heb er zelf ook veel plezier aan. Je ontmoet hier veel klanten, veel relaties en het is heel toegankelijk. Het is, je kunt lekker wat eten, wat drinken. Je kunt video's maken van je paarden. Er worden ook opnames gemaakt door Uhorse TV, een bedrijf dat ook live uitzendt. Dus die kun je weer laten zien aan klanten. Ja, dat werkt. Maar niet alleen ondernemers in de paardensector varen wel bij het concours. Ook lokale ondernemers, zoals de eigenaren van dit hotel in Zuidwolde. We hebben het behoorlijk druk. Ja, absoluut. Het hotel zit helemaal vol. Er komen steeds vaker dezelfde mensen ook terug van andere jaren. Dus je leert de mensen ook steeds wel beter kennen. En dat is gewoon wel leuk natuurlijk, dat je ook een beetje valst op de wedstrijden en dat soort dingen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan om erachter te komen hoeveel geld het concours precies oplevert voor Drenthe. Dit is Nobility, 5 jaar oud en in de Wolde Rijk L. Hij is heel erg lief, ja, af en toe een beetje afgeleid, maar dat komt ook omdat hij eens is en alles heel mooi vindt. En ja, hij zou nooit wat gemeens doen. En hij is heel erg grappig verder. Hij doet trekken, deed hij. En eigenlijk als hij het niet doet, dan loopt hij ook niet goed op concours. Nobility, dat is echt een kinderpony. Soms dan brult hij en dan weet je dat het een hengst is, maar verder in gedrag geen probleem. Ook niet als je met merries samenloopt, want het moet allemaal wel veilig zijn, want er zitten kinderen ook. Hij is in het parcours heel makkelijk te rijden en ja, springt heel fijn. Meest ja, ook wel voorzichtig. Ja. Hele makkelijke pony verder. We gaan verder met nummer 20, Lisa van der Hulst. Die mag zich melden. Dus nummer 20, Lisa van der Hulst. Hij sprong heel erg fijn. Alleen had een balkje op de laatste en dat was heel erg jammer. Op het terrein van CH De Wolde staan honderden vrachtwagens tijdens het concours. We hebben zo'n 560 paarden op het terrein nu en die komen met dit materiaal allemaal aan. In de vrachtwagens logeren vaak de grooms van de ruiters en amazones. Het is een dorp op zich, het is gewoon een grote camping. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Middag ondertussen. Ik ben Erwin Nieuwenhuis. Ik groom dit weekend voor Bart Hazelbekken. En volgend weekend. We hebben 7 paarden hier.
En daar heb ik de verzorging over samen met Linda. Die zit naast me. We mogen een kijkje nemen in de vrachtwagen van Erwin en Linda. Nou, dit is de living van de vrachtwagen. Hier verblijven de grooms, soms ook de ruiters. Zoals je ziet is die prima vertoeven. En lekker koel, airco, televisie, van alle gemakken voorzien. Dit is de badkamer. Prima douche. Toilet voor als je echt het niet meer op kan houden. Wastafeltje. Eigenlijk prima. Vanaf de badkamer loop ik naar het paardengedeelte. Waar we de paarden vervoeren, waar ze staan tijdens de reis. Hier staan de koffers, omdat, zoals net gezien in de living, niet heel veel plek is. En hier wel. En hebben jullie nou een kampeergevoel hier? Nu op het moment wel. En we hebben van de week hier gebarbecued met wat meer grooms. S'avonds, nadat we klaar waren met het werk. Dat is altijd wel gezellig. Zoals je ziet, prima vertoeven. Beetje het campinggevoel. Ook wel gezellig. Tot zover het tweede CH De Wolde Journaal. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Proef het sportieve leven van Drenthe. En door de volgende sponsoren.